Ander puntenstuk, ja, hierachter, langs uit de zee. Ja. Het ligt nog steeds braak. Ja. Volgende week, als het goed is, komen de eerste watervilla's. Nou ja, villa's niet, hè. Eén. Oh, eentje. Er is er eentje gekocht onder voorbehoud. Dus ja, het plan loopt voor geen meter. Het kost heel veel geld aan rente. Ja. En we hebben zoveel plannen, renswetering, die, dat. Nou, en dan, om even terug te komen op een gegeven moment met die brandweergezinnen. Dat had dan eens 5 miljoen gekost. Ik snap niet hoe je dat durft te benoemen. Als er zoveel plannen liggen die niet lopen. En dan ook met zo'n plan komen om eventueel te verhuizen. Ja, ja, ja. Wat dat betreft heeft de gemeente wel een beetje boter op zijn hoofd. Ja. Ja. Jullie zijn oppositie, jullie kunnen er kritisch op zijn. Ja, zijn. En dat ben je ook, hoor ik. Ja, ja. Alleen het enige is natuurlijk, en dat is de achterkant van de medaille. Je kunt inderdaad roepen wat je wil. Maar de coalitie is zo groot en zo stevig. Ja. Dat je geluid kunt laten horen, dat moet ook. Ja. Alleen het gevolg is dat het niet gebeurt. Nee, en dat is dus jammer net wat je zegt. We kunnen wel roepen en vertellen, maar we zijn in oppositie, we zijn maar één zetel. Wat wij wel leren ermee te bereiken, dat de burgers ook luisteren naar hetgeen wat we schrijven en in de commissievergadering kunnen ook gehoord worden op de radio. Dus de burgers luisteren meer ook naar de andere politieke partijen en dan weet je ook waar het over gaat en waar de SP voor staat. Ja. Hebben jullie een samenwerking als oppositie? Het zijn er 3 partijen. Ja. Hebben jullie iets met elkaar of fietst ieder voor zich? Ieder fietst voor zichzelf. We zijn wel een luisterend oor naar elkaar en onderling de contacten zijn fijn. Ja. Na de commissie praten we nog even door op bepaalde onderwerpen. En, ja, het is niet verkeerd, maar we fietsen allemaal op zichzelf. Ja, het is een vraag of dat goed is. Of heeft iedereen zijn eigen kleur, zijn eigen geur? Nou, laat de kleur maar buiten liggen houden, want die geur raken we ook nog. Maar eigen kleur hebben wel wat. Nou, kijk, er zijn wel eens bepaalde onderwerpen waar we van tevoren even gaan polsen bij elkaar. Van, hoe denk je erover? En doordat we met elkaar overleggen, dan gaan we inderdaad wel eens... kunnen we tot elkaar komen, ja. Maar het over het algemene. Jullie waren nog wel een beetje stil als het gaat over de conflict tussen de KAP en de ChristenUnie. Nou, kijk, daar, ja, daar wil ik eigenlijk wel wat op zeggen. Ik vind tussen de KAP en de ChristenUnie, ik vind dat het een beetje opgeblazen wordt door een journalist. En kijk, je hebt verschil van mening. Iedere partij denkt er zo over. Dus natuurlijk vind ik zelf persoonlijk, in de KAP is natuurlijk een verandering gehad van de mensen die erin zitten. Ja. En je gaat een coalitie aan voor zoveel jaar. En dan bespreek je van tevoren, nou dit en dat, daar staan wij voor. Maar als je nieuwe mensen krijgt, dan krijg je vaak nieuwe ideeën of je wil eventueel iets veranderen of iets toevoegen. En als dat soms genoemd wordt door de KAP, wat ik op zichzelf alleen maar goed vind, dan begint de christen niet gelijk op de rem. Oh, en dat was niet afgesproken en dit kan niet en dat kan niet. En nou, dat vind ik een beetje onnoos op een christen. Maar alles is weer pijs en vree. Ja, dus ik zeg het net al, het wordt een beetje overtrokken door de media en op zichzelf. Zijn het allemaal kleine dingetjes wat je in huishouden ook gebeurt. Heb je ook wel eens een opstootje. Ja, maar er is een geval waar iemand zijn vrouw sloeg en die zijn nou in één keer uit elkaar. Ja. Ja, de bladen zijn er bomvol van. Ja. Idioot, maar het is zo. Ja, ja, de media, hè? Ja, media. Aankomende week, 10 januari, is de commissie samenleving, daar zit jij in. Ja. Daar komt onder andere het hele subsidieverhaal 2013 aan de orde. Wat ik daar gezien had, en ik had het eventjes eruit gehaald, dat op het voorblad wordt ook geroepen over internationale hulp. In het kader van subsidies. Ja, ik heb het... Ik kon dat niet helemaal plaatsen. Daar zit ik niet helemaal diep in die materie. Nou, eerlijk gezegd kan ik het ook een beetje moeilijk plaatsen. De andere subsidiegroepen die gemeld worden en verteld worden, ja, die worden gehandhaafd. Maar hetgeen wat je net benoemde, ja, dat is bij mij ook niet zo in mijn oren waar dat voor staat. Het enige wat ik zou kunnen bedenken is dan bijvoorbeeld als er in het buitenland wat zou gebeuren, een tsunami of een, iets wat erg is, dat we met elkaar geld verzamelen en dat storten. Ja. Dus, en dat op zichzelf... Als subsidie, ja.
de kraan gaat wel behoorlijk dicht. Nou, die internationale hulp, dat laten we verder aan jullie over. Ja, dan gaan we verder onderzoeken. 2013, de kraan gaat wel behoorlijk dicht. Ja. Voor een aantal zaken. Ja. Die dan ook misschien wel in de problemen komen, de zwemclub. Ja, goed. Maar goed, daar zullen jullie het over gehad hebben. Wacht even, mijn microfoontje valt. Ik hoop dat hij het weer doet. Subsidies is op zich is dat een belangrijk punt om inderdaad de clubs en de verenigingen in leven te houden, zeg maar? Ja, natuurlijk vinden we het belangrijk. We vinden het ook goed, maar wij willen graag voor iedereen subsidie. Die ook voor muziekschool, voor de zwemclub. Daar moeten wij zeker ruimte voor houden om die de subsidie te geven. Afgelopen jaar hadden we dan met de zwemclub dat die te weinig, te veel moest betalen aan het zwembad gebeuren. Dus die kwam niet. Nou, met elkaar, met de commissies, hebben we toch overlegd van dat kan niet zo wezen dat die zwemclub opgegeven moet worden. Dus wat kunnen we eraan doen? Nou, we zijn tot een samenwerking gekomen dat dus nu goed geregeld is. Maar wij staan zeker voor de kleine. Het is allemaal groot en voor de voetbalvereniging en alle projecten. En ik kan overal geld gegeven voor cultuur. Nou, we hebben best wel genoeg cultuur. Ik vind het heel goed dat we cultuur hebben. Maar we moeten het ook niet gaan overdrijven. Het is goed zo. Daar is wel allemaal subsidiegeld voor. Ja, de insteek is natuurlijk, tenminste, dat subsidies niet het enige moeten zijn waar een club op drijft. Nee, maar ja. Daar ben ik mee eens. Er komen ook gelden binnen natuurlijk van de contributies, als je dat bedoelt. Ja, of dat zal sponsoring doen of speciale projecten. Ja. Je kunt rustig achteroverleunen en oh, je krijgt toch een subsidie. Nee, maar dat gebeurt niet hoor. Want degene wat de mensen dan komen vertellen, dan doen ze inderdaad een sponsoren en zo, bazaars en noem maar op. Ja. Dus daar liggen handjes uit de mouwen. Dat doen ze zeker. Dat is alleen maar te prijzen. Ja, zo wordt het ook, hè? Ja, zeker. Denk je dat het een zwaar punt wordt in de commissie? De hele subsidiebehandeling, het programma 2013? Nee, denk ik niet. Open monumenten, jeugdzijde scouting. Ja. Zijn soms bedragen waar ik denk van nou, oké, €500 voor een jeugdzijde. Ja, dat is toch niet veel. Ja, het kan net een gaatje dichten. Ja, maar ik heb zelf ook jeugdzijdeles gegeven. En die €500 heb je gewoon hard nodig voor materiaal dat je aanschaft. Museum Spakenburg. Nou, ik wens jullie daar alle sterkte bij aankomende 10 januari. Ja, dus het gaat lukken hoor. Ja, maar we zeker aan elkaar. Even kijken, wat had ik nog meer op mijn lijstje? 2014, wat gaat het brengen voor de CAP? SVP. Maakt niet uit. SVP 2014 verkiezingen. Ja, nou, hoe gaan we met Loes van Buren? Ga je door? Wij gaan door, ja. De hele club gaat door? De hele club gaat door. We hebben een ontzettend leuke club. We kunnen heel goed met elkaar overleggen. Er is ook wel eens een klein meningsverschil, maar dat mag. En dat is alleen maar goed. Dus het is niet allemaal met elkaar meelopen. Er wordt goed onderling met elkaar besproken over de onderwerpen. En goed, we komen er toch altijd met elkaar uit. En we hebben, gaat heel goed. En we gaan zeker door in 2014. Ik hoop dat de kiezers ons ook waarderen. En de burgers kunnen altijd naar ons toe komen. Op de website zijn we te lezen waar we staan. Ze kunnen de commissie kunnen komen inspreken. Wij moeten gemoeten zijn al een aantal keren geweest. We hebben ook gezegd mensen komen inspreken. Nou ja, daar schromen ze eigenlijk al een beetje voor om dat te doen. Ja. En maar iedereen kan komen. Iedereen kan ons aanschrijven. Kunnen de dingen benoemen. Wij gaan er mee naar de commissies, leggen het voor. Maar ja, we zijn maar één zetel, hè? De politie is heel groot. Maar goed, Loes, als het goed gaat, kom jij er ook in de volgende keer? Ja, misschien wel. Dan moet je heel veel stemmen verzinnen. Loes, we hadden het over de foto, zeg maar, de toekomstvisie 2025, maar ook over de schaalvergroting, dat we naar 100.000 inwoners moeten. En je had daar nog iets aan toe te voegen. Peter Frans Kof van de SVP gaf eerder aan dat het opslokken van Bunschoten wellicht niet zo vaart zal lopen. Een lagonieke houding. Dat vinden wij zeker niet. Lagoniek, want wij doen er dus best wel heel veel in de commissiezaal om dat er juist ook tegen te houden. En dan schrijft hij ook nog even kijken, je kunt ook te argeloos zijn. Nou, dat zijn we absoluut niet. Ik snap ook niet dat Jan Muis heeft dat stukje geschreven.
Dat vind ik jammer dat hij ons zo neerzet, want wij zijn dus heel bezorgd en letten heel goed op dat wij dus zelfstandig blijven. Dus bij deze wilde ik dat toch graag even noemen. Ja, dat is duidelijk, want je hoeft het met de journalisten natuurlijk niet altijd eens te zijn. Jullie hebben een duidelijke eigen mening over het grotere, het opschalen naar die 100.000 inwoners. Ja, dat klopt. En wij zijn er heel waakzaam en bezorgd over. En niet argeloos en niet laconiek? Absoluut niet. Loes, ik dank je voor het gesprek. Dank je wel. Beste mensen, dit was Praatje Politiek samen met Loes van Buren van de SVP. Graag tot de volgende keer. Dag.